Verslaving treft niet alleen degene met de verslaving. Ook familie en vrienden raken betrokken en ondervinden gevolgen die soms verstrekkend kunnen zijn. Voor zowel de verslaafde als de naaste is het dan ook van enorm belang dat er naar het hele systeem gekeken wordt. Petra Polwijk, systeemtherapeute bij Triora, legt ons uit waarom dat is. De gevolgen van verslaving voor de naaste zijn eigenlijk dat ze zelf de onmacht gaan ervaren tegenover verslaving. Dat ze zich misschien te veel met de ander gaan bezighouden, zodat ze hun eigen leven niet meer kunnen vormgeven. Dat ze grenzen zijn overgegaan en eigen grenzen zijn verloren. Ja, wat er voor mij eigenlijk gebeurde als gevolg is dat ik vanuit een hele hectische tijd ineens in een leegte kwam toen mijn man werd opgenomen. Door een folder realiseerde ik me dat er eigenlijk heel veel gebeurd was. En tot die tijd was ik alleen maar bezig geweest met zorgen voor alle ballen in de lucht houden. En toen hij weg was, vielen alle ballen in één keer naar beneden. Dan ga je pas realiseren dat je ook gewoon zelf hulp nodig hebt. Het is belangrijk dat niet alleen de patiënt dus zorg krijgt, maar dus eigenlijk de naaste ook. En dan zie je dat als dus de patiënt aan het werk gaat en de naaste aan het werk gaat, dat er dus verbetering ontstaat en dat zij samen ook weer in balans komen. Je krijgt als partner van een spiegel voorgehouden met wat er gebeurd is. En daarmee betekent het ook dat je aan jezelf moet gaan werken. Daarmee bouw je aan een betere relatie met je partner. Aan naaste in eenzelfde situatie zou ik willen meegeven dat je het niet alleen hoeft te doen. En dat je altijd om hulp kan vragen en ook zeker hulp moet zoeken. Want je hebt het altijd al alleen moeten doen en dat hoeft niet meer. En juist daardoor, als je hulp zoekt, dan kan je groeien. En dan kan je naar een situatie komen waar je zonneschijn krijgt na de storm.